Dit is Alice. Alice is 72 jaar oud en Alice krijgt 2 keer per week thuiszorg. Het gaat niet goed met Alice. Alice kan steeds minder goed voor zichzelf zorgen en moet verhuizen naar het zorgcentrum Laarstede in het dorp waar zij geboren is. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet Alice de juiste zorgindicatie krijgen. Gelukkig helpt Annelies, de thuiszorgmedewerkster, haar bij het invullen van het CIZ-formulier. Vraag 5. De contactpersoon. Annelies leest de vraag voor en wacht op antwoord. Een contactpersoon moet dus op de hoogte zijn van uw situatie. Alice denkt na over wie zij als contactpersoon zou kunnen opgeven. Ik heb Calder. Ik zou Calder op kunnen geven. Calder is de naam van haar oude kater. Plots ziet Alice een groot wit konijn door de tuin springen. Alice veert op en rijdt zo snel als haar oude rolstoel het toelaat achter het konijn aan. Geen tijd, geen tijd, roept het konijn. Het konijn hop, hop, hopt over de dijk en verdwijnt in een voetgangerstunnel. Alice achtervolgt het konijn de tunnel in. Dan, in 1 keer, voelt ze niets meer. Helemaal niets? Is ze gevallen? Uiteindelijk landt Alice op de grond. Ze staat in een grote hal en aan de muur hangt een bord met de tekst Welkom in Zorgland. Ze ziet nog net hoe het konijn in een heel klein pakketje verdwijnt. Alice probeert het pakketje te openen en hoort een stem. Dat gaat zomaar niet. Oh, zegt Alice. Wie bent u? Wie ik ben is hier niet relevant, zegt de stem. Eerder is de vraag, wie bent u en bent u al geïndiceerd? Oh, dat weet ik niet, zegt Alice. Hoe kom ik erachter of ik al geïndiceerd ben? Past u in dit zorgpakket? Roept de stem. Alice kijkt naar het pakketje en antwoordt, dat denk ik niet. Voilà, roept de stem. Nog niet geïndiceerd. Wat moet ik dan doen om geïndiceerd te worden? Roept Alice. Slikken, roept de stem. Heel veel slikken. Wat moet ik dan slikken? Roept Alice. Procedures. Heel veel procedures, antwoordt de stem. En waar vind ik die procedures? Er verschijnt een grote kast met pillen naast het kleine pakket. En naast de kast staan 3 zusters. De eerste zegt... Volgens het protocol moet u nu als eerste een grote CIZ-procedurepil slikken. De tweede zuster kijkt op haar formulier en zegt... Klopt, ik teken de uitgifte van deze pil af. Even controleren, roept de derde zuster. Heel goed gedaan, collega. Het zorgproces moet bewaakt worden. Doorgaan. De eerste zuster gaat verder met haar aanwijzingen. Dan nemen we nu een AZR-kuur van 14 weken, maximaal 1 pil per week. Deze kuur bestaat uit een zorgadministratiepil, een case managerpil, een wachtlijstpil, een overbruggingszorgpil, een zorgzwaartepakketpil. Klopt, 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 klinkt het achter haar. Zijn er zoveel zusters nodig om medicijnen toe te dienen? Vraagt Alice voorzichtig. Het zorgproces dient gecontroleerd te verlopen. Wij bouwen aan vertrouwen en kunnen ons geen fouten veroorloven, antwoordde de zusters. Hier heb ik geen tijd voor, denkt Alice en ze slikt alle pillen in 1 keer door. Nee, roept de tweede zuster. Nu moet ik een MIK-melding maken. Foei, 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 roept de derde zuster bestraffend naar de eerste zuster. Ondertussen krimpt en krimpt Alice en dan stapt ze in het pakketje. Bouwen aan vertrouwen, denkt ze. Bij wie? Het pakketje sluit zich en als Alice haar ogen opent, staat ze op een kruispunt waar heel veel wegen bij elkaar komen. Aan het begin van iedere weg staat een loketje. Geen tijd, geen tijd, hoort ze. Alice kijkt om zich heen en wil achter het konijn aanlopen, maar voor haar neus verschijnt een brievenbus. Alice opent de factuur en leest... In het afgelopen jaar heeft u voor €1.890 aan verzorging ontvangen, €2.200 aan maaltijden, €1.460 aan verpleging, €1.230 aan fysiotherapie. Zoveel geld heb ik helemaal niet, zegt Alice. Eigen bijdrage, eigen schuld, eigen dikke pelt, hoort ze achter haar een stem zeggen. In het loket verschijnt de CAK-kater, die de factuur zojuist heeft bezorgd. Calder, ben jij het? Alice herkent haar oude kater en wil hem een knuffel geven. Hij deinst terug en mompelt... Professionele distantie verhoogt de zorgkwaliteit. Hij herneemt zich. Feit is, we hebben dan misschien wel een achterstand van 1 jaar... maar u wist natuurlijk wel dat deze eigen bijdrage aan zat te komen.
Maar ik ga verhuizen. Kolder, ik ga binnenkort in zorgcentrum Laarstede wonen. Ik heb hier echt geen geld meer voor. Alice voelt hoe zij langzaam begint te groeien. En dan hoort ze een gevaarlijk grommen. Om haar heen verschijnt een klein leger van papieren tijgers. Mutatie, mutatie, grommen ze. Van extramuraal naar intramuraal. Wij nemen u mee voor controle naar de hoogste zorgautoriteit in Zorgland. Laat mij eens kijken. De zorgautoriteit kijkt Alice streng aan en dan bladert hij door een dik pakket van formulieren. Behoefte aan contact met anderen? Individuele ondersteunende zorg? En daarnaast een aanvraag intramuraal? U heeft uw zorgplafond bereikt. Alice weet niet wat dit betekent, maar voelt de dreiging die ervan uitgaat. Waar zijn de zorgaanbieders en de verzekeraars? Ik wil ze allemaal hier! Roept de hoogste zorgautoriteit. Uit alle hoeken verschijnen kleine mannetjes met grote potloden die allemaal door elkaar heen allerlei dingen roepen. Ontoereikende productieafspraken, roepen de zorgaanbieders. Ontoereikende contracteerruimte, roepen de verzekeraars. De deuren zwaaien open en een nieuw leger papieren tijgers komt binnen. Procedures slikken, schreeuwen de tijgers. Het wordt Alice duidelijk te veel. Mevrouw Alice? Alice herkent de stem van Annelies. Annelies, waar ben je? Waar moet ik heen? Hoe moet ik dit allemaal doen? Waarom zoveel controle en procedures? Een boze droom, mevrouw Alice. Niets dan een boze droom. Zal ik wat thee voor u maken? Alice doet haar ogen open en ziet Annelies voor haar staan met een ingevuld CZ-formulier in haar hand. Als u dit nog even wilt nakijken. Hebben we dit echt nodig, Annelies, ik bedoel? Er valt een korte stilte. Als u het mij vraagt, nee, antwoordt Annelies. Voor mij is het niet nodig, maar anderen hebben het nodig om te weten of u de zorg nodig heeft. Maar jij weet toch dat het nodig is, Annelies? Kunnen jou toch vertrouwen? Vertrouwen, zucht Annelies. Ze pakt de hand van Alice en kijkt haar vriendelijk aan. Een thee dan maar? Alice knikt en glimlacht voorzichtig.